Dus geen excuses voor de geklopte? Nee, bijvoorbeeld Van Vliet heeft een geweldige inspanning geleverd. Dat Müller zelf moment... helemaal alleen. Müller ook nog. Nog feller, nog langer die rush van Jurg Müller. Anderen zoals Argentinië hebben het clever gedaan, zich laten meevoeren, meedrijven. Daar rijdt hij met het nummer 128 Moreno Argentin. Hij durft dat hokken en omkijkend daar Teun van Vliet. Als we het even per land bekijken, dan zijn de Nederlanders het best vertegenwoordigd met drie man, Rooks, Teun van Vliet en Breukink. Dan heb je twee Zwitsers, Winterberg en Müller, en twee Ieren ook. Er zijn geloof ik vijf Ierse profs. Hoeveel zijn er hier aan de start gekomen? Ja, vijf Ierse profs zijn er twee bij, Roach en Kelly uiteraard. En dan voor de rest zijn het allemaal enkelingen. Criquillon, Gulls, Argentin, Seurensen, Bauer, Juan Fernandez zijn allemaal enkelingen voor het overige. Maar die verdeling wordt dan natuurlijk doorkruist door de verdeling per merk met bijvoorbeeld de tandem Roach Müller. En daar alweer... Demarage van Gulls en Roach, ja. Bauer countert en Kelly aan het wiel. Kelly zit zeer sterk. Kandidaat voor de overwinning, Sean Kelly. Maar zo zijn er nog. Van Vliet gaat ook snel aan het einde van zo'n lastige wedstrijd. Argentin. Misschien geen specifieke sprinter. Maar hier zal ook de frisheid bepalend zijn. En ze lijken toch wel goed weg. Er zijn genoeg helpers hier ook vooraan die het werk zullen doen. We zijn intussen op een kilometer of 7-8 en aanval van Seurensen. Rechts, dat is een gedubbeld renner, een Colombiaan daar. Die heeft geen belang. Of een Portugees zou daar, maar Seurensen in de aanval en wordt gecounterd door Steven Rooks. Ja. Dan Roach, Bauer, Kelly. Dat zijn de drie hier met Breukink in vierde positie daar. Breukink dan werkend voor Van Vliet. Kijk, hij neemt hem op sleeptouw. Dat is zijn ploegmaat uit het team van Peter Post. Seurensen dus in de aanval met Steven Rooks aan het wiel. Gaat Rooks overnemen of niet? Dat is zijn volste recht natuurlijk. En eigenlijk zijn de mannen van Post daar, Breukink en Van Vliet, dan de gevangenen van de ploeg. Maar gelukkig weer samen. Van Vliet zal het weer samenkomen. We kunnen wachten op een nieuwe demarrage, want die moet er komen. Voilà. Breukink. Uitval van Erik Breukink. En Gulls gaat nu. Rivaliteit ook tussen die ploeg van Post en Raas. Gulls reageert achter Erik. En iedereen gaat mee. Met Kelly. Met Van Vliet. Met Müller. Gulls. Ja, maar we moeten op kat dicht rijden. Achter Breukink. Er blijft daar nog 10, 15 meter. Argentin ook hier. Ja, aan het wiel van Kelly, Teun van Vliet. Kijk maar, Breukink. Hij kijkt ook om, wat gaat hij doen? Hij moet doorgaan. Erik Breukink moet doorgaan. Opnieuw countert Gulls hem. Opnieuw is het Gulls erachter. Met Bauer. Met Rooks. Dat is een tactisch steekspel. En Gulls alleen nu. Breukink heeft het niet kunnen volhouden. Gulls alleen met Steve Bauer. Erachteraan. En Steven Rooks die er naartoe springt. Bauer heeft het moeilijk. Maar er komt nog wat anders. Ja, Gulls ingelopen. Rooks. Bauer. Argentin naar Kelly. Links Breukink. Steven Rooks. En een nieuwe uitval van Teun van Vliet. Dit kan de goeie zijn. Dit kan de goeie zijn. Gulls reageert weer. Ja, die rivaliteit blijft spelen met Steven Roach aan het wiel. We hebben 9 kilometer, 2 kilometer, 700 rijden op. En Argentin die blijft zwaar gokken. Oh, hij heeft te zwaar gegokt, Steven. Hij heeft te zwaar gegokt. Wie zit er hier allemaal nog? Seurensen, Winterberg, Gulls, Van Vliet en Roach. Kelly er ook niet bij. Dus Gulls, Van Vliet, Seurensen, Roach, we noteren de namen hier even ook, Roach en... En uiteraard de Zwitser Winterberg dus, Ido Winterberg, man in vormwinnaar van
De grote prijs Willem Tell, de laatste voortrainingswedstrijd. Nog anderhalve kilometer zagen we daar. Maar het gaat hier ook weer stilvallen. Sørensen, Roach, Winterberg, Teun van Vliet. En dat is dan in het voordeel van Argent Indigo. Zwaar gok. Zwaar gok. Zeer zwaar gok. Er is hier een casino in Villach en de aanval komt er nu op gang van Sørensen. Maar Teun van Vliet makkelijk aan het zien. Kult dan in vierde positie, Sørensen in vijfde Roach. Roach vraagt zich af waar Kelly blijft. Zelf is hij niet snel genoeg. Van Vliet is de rapste man. Normaal Teun van Vliet de snelste man in dit groepje van vijf. Sørensen van Vliet. Ja, Sørensen vraagt om over te nemen. Maar herinner u, Luik, Bartenaken, Luik, daar gokte Argentino ook. Dat lukt natuurlijk niet iedere keer. Toen was hij in extremis nog bij Roach en Brigillon gekomen. Ik kan me niet meer voorstellen, nu kan we zijn op 600 meter van de streep. Het is gebeurd. Eén van deze vijf wordt wereldkampioen. Daarachter komt achtervolging, maar dat bedriegt dat beeld. Dat bedriegt dat beeld. Hoewel als we hier nu gaan stilstaan natuurlijk, goed bekeken zijn. Daar gaat Roach demareren. Roach springt links weg, gaat Roach wereldkampioen worden. Roach springt rechts en er wordt niet meteen achtergereden. Roach, Steven Roach, wat gaat er gebeuren? We zijn op 300 meter van de streep en Roach, Steven Roach gaat wereldkampioen worden. De eerste man na Eddy Merckx, die de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk wint en wereldkampioen wordt. Steven Roach is wereldkampioen. Ongelooflijk. Steven Roach, een onwaarschijnlijke prestatie. Een andere sprinter voor de tweede plaats. Maar Steven Roach is wereldkampioen. Steven Roach is wereldkampioen. En Argentinië tweede, Fernandez derde, Gaat vierde. De grote verliezers zijn de Nederlanders. Ze zaten met z'n drieën vooraan. Kelly en Roach, arm in arm. De grote verliezers zijn de Nederlanders. De Belgen ook, maar die speelden eigenlijk al niet meer mee in de finale. En maar wat een seizoen van Roach. En bijna lukte die god van Argentinië nog. Hij kwam inderdaad nog 20 meter tekort. Maar de beste man heeft gewonnen in de finale, althans Steven Roach. Van het peloton daar, terwijl Argentinië er al wegrijdt, ontgoocheld. Klopt daar naar iemand die daar in de weg vindt. En het is Kaya Adigavine van der Aarde nog. Van der Aarde vindt de sprint van het peloton. Voor Kaya. En hier hebben we Steven Roach dus. Hij kan het zelf niet geloven. Links van hem daar de heer Nijs, dat is de voedstervader eigenlijk altijd geweest van Sean Kelly. Ja, dat kun je eigenlijk niet geloven natuurlijk, zo'n prestatie. Tranen van geluk. En hier Brigillon, de sterkste Belg. De sterkste Belg, grote Brigillon. Maar geen medaille voor de Belgen.